De 50 artikelen over natuurwetenschap van de Volkskrant Beta Canon zijn gebundeld. Afgestudeerd wiskundige Ruben Naaf vond dat niet genoeg. Hij dook in de materie en componeerde een loflied. Uiteraard in canon. Ik vroeg me altijd af, waarom heten die dingen canons? Terwijl ik meteen denk bij canon, bij een gezongen canon. Dus vader Jacob of dat soort dingen. Dus ik dacht, nou, de beta-canon is bij uitstek geschikt om die ook echt te zingen. Beta-canon, beta-canon. Het kwartet, wat echt de canon zingt, dat is een professioneel kwartet. Die zingen en die zingen het goed. Ik wilde de promovendi ook echt promovendi laten zijn. Dat zijn twee auteurs die mee hebben gewerkt aan de canon. Bas heeft een stukje over enzymen geschreven en Govert over de transistor. Eureka! O onverwachte inval! Het grappige is dat ik hun had gekozen en dat ik toevallig het woord enzymen en het woord transistor op dezelfde noot heb gezet. Zodat, maar dan in een ander coupletje. Dus ze horen ook nog muzikaal bij elkaar. En zij bezingen dus echt wat zij dagelijks ervaren. Nou, we gaan in de beta-canon komen natuurlijk allerlei exacte dingen in voor. Zoals DNA en nog een aantal van dat soort dingen. En die lenen zich heel goed om daar ook echt iets mee te gaan doen. Zeg maar. Evolutie, algoritme, vrij atoombom, nul platen, kon ik PC, transistor, PPS, Ik heb in die canon een stukje DNA op muziek gezet, DNA-codes en allemaal letters, en die vallen allemaal in strengen naar beneden. Het grappige is bij een DNA-code is een dubbele wenteltrap. En bij elke code hoort dus een andere code. Dus een A gaat altijd samen met een T. Dus de DNA-code die valt naar beneden en de complementaire string die valt, of die valt niet, die stijgt van beneden naar boven. Ja, dat geeft een soort sfeer zonder begin en zonder einde. Dus dat is een DNA-code, denk ik wel. Ik vind hem niet zo slecht. Had het ook anders kunnen klinken, sommige stukken? Ja, ik denk het wel. Ja, volmondig, ja.